Dag iedereen, ik sta hier in Brussel. Vorige week heb ik een all-inclusief citytrip gewonnen naar Schengen. Alleen één klein probleem. Het vliegtuig is overboekt, mijn auto is kapot en het skateboard is te traag. Maar dat is niks. Ik ga met de fiets. Dat is gezond. Ik wil eindelijk de gemeente bezoeken waar het belangrijke verdrag van Schengen is ondertekend. Volgens de kaart moet ik 250 kilometer naar het zuiden fietsen, maar ik raak al snel de weg kwijt. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez où Schengen est? Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et peut-être quel pays? Peut-être un pays scandinave? Er is niemand die me kan helpen. Niemand die weet waar Schengen ligt of die weet hoe ik er moet geraken. Mijn enige en laatste hoop ligt bij een paar Luxemburgse politiemensen die ik toevallig tegen het lijf fiets. Zij moeten me toch kunnen helpen? En ja hoor, ik krijg een exacte routebeschrijving. En eindelijk, na 8 uur fietsen, kom ik dan aan in Schengen, waar ik in het Europees Centrum een afspraak heb met de burgemeester, Roger Weber. Hij legt me uit in welk dorpje ik nu precies ben terechtgekomen. Schengen, een petite commune dans sud-est Luxembourg. Une commune très connue à cause du traité de Schengen en 1985. La commune de Schengen a 1600 habitants. Maar wat betekenen die verdragen van Schengen nu eigenlijk? Les accords de Schengen, c'est pour libre circulation des habitants des pays de Schengen. Alors, il y a plus de contrôle sur les frontières entre les pays de Schengen. Ik vervolg mijn weg langs de Moezel, de rivier die door Frankrijk, Luxemburg en Duitsland stroomt, en ik kom aan op de plaats waar het verdrag van Schengen is ondertekend. Een bekende Schengenaar geeft me meer uitleg. C'est un signe pour l'accord de Schengen. Au début, il y en avait que 5. La France, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et la Hollande. Oui. Voilà. Après, on était à 12, c'est pour ça qu'ils ont fait les 12 étoiles. Ils ont signé le traité de Schengen ici, sur la Moselle, sur le bateau, la Princesse Maria Street. Et pourquoi est-ce que c'était sur un bateau? Pour symboliser les trois frontières. Parce que la frontière entre le Luxembourg et la France, elle passe au milieu du fleuve. Et chez nous, ici, avec l'Allemagne, c'est condominium. Ça veut dire la Moselle appartient à tout le monde, d'un côté jusqu'à l'autre. Hier is het dus allemaal gebeurd. Op de Moezel, op de Prinses Maria Street. De boot ligt hier helaas niet meer. Maar het enige dat hier nog overblijft is een herinnering. Een herinnering aan een nieuw Europa. En ik ben blij dat ik het vandaag heb leren kennen. Maar nu wordt het tijd om naar huis te gaan.